Leon, speak English. Hallo, die ene jongen heeft toch geen microfoon, hè? Sorry. Hello, Mr. Who are you? And what you got to say for us? We're the baseballs and we are going to sing umbrella. Come on, everybody, join us! We got the baseballs! Umbrella! Duitsland, ja, dat is jammer. Ze praat alleen Engels. Ja, dat is een goeie, Wim. En die blusjes, als je ze lang genoeg aanhoudt, dan komen ze vanzelf weer in mode. Ze hebben ooit alle drie les van mij gehad. En je vraagt je af waarin. En ik heb ook ooit geleerd, als je een paraplu opsteekt, ergens als je binnen bent, ik heb al jaren met parasols gedaan, dan brengt het ongeluk. Maar jongens, wauw, te gek. Het is het beste mannelijke trio tot nu toe. Dat sowieso. Dat sowieso. Ik zie dat jij daar ervaring bij hebt. Nee. Nou, wat denk je zo? Ja, jij verdedigt die mensen altijd. Ja. Wat homo's. Nee, maar nog wat ik over wil zeggen, jongens. Ik heb even op de koptelefoon zitten luisteren. En ik dacht eigenlijk aan het begin dat jullie aan het playbacken waren. Maar dat was dus totaal niet het geval. En eigenlijk bij ons in het
in de muziekwereld waar ik een beetje maak in begeven, daar is eigenlijk de grootste compliment dat je kan krijgen, is dat je een artiest bent. Niet een artiest, maar een artiest. En ik heb nu drie artiesten op een podium gesteld. Ik vond het geweldig. Ik zou zeggen, jongens, hou je pak nog even aan. Hou het pak nog even aan.